Ik ben Jessica Bruintjes en we zijn bij ons familiebedrijf Ridderkerks Kraanwagenbedrijf. Mijn opa die heeft 68 jaar geleden het bedrijf opgericht. Mijn ouders hebben het overgenomen. En mijn broer en ik zijn weer de derde generatie die klaarstaan in de startblokken om verder te gaan. De eerste keer toen ik naar mijn ouders toe ging van ik wil op de kraan, toen keken ze me een beetje raar aan. Die zeiden van joh, ga eens maar een weekje mee en dan kunnen we wel zien of dat je het echt leuk vindt. Maar na een week heb ik al mijn papieren gehaald en ben ik vast de kraan opgegaan. Elke dag is bij ons eigenlijk verschillend. Je stapt 's ochtends met je machine, of dat nou een vrachtwagen is of een kraan. Je stapt in je machine, je gaat naar de plaats toe waar je naartoe moet zijn. Daar ben je eigenlijk heel de dag. Soms met vrachtwagens hebben ze meerdere klussen op een dag, dus ben je meerdere locaties en moeten ze ook spullen transporteren. Maar het is niet dat je heel de dag heen en weer aan het rijden bent. Je staat eigenlijk wel heel de dag op één put. Wij zijn eigenlijk best laat met transport begonnen. Wij hadden eigenlijk alleen maar kranen. Was het eigenlijk in zijn opwelling dat mijn ouders vrijdagmiddag zaten te bieden op een vrachtwagen. Die dachten, die hebben we toch niet, maar die hadden ze dus. En dus die moesten een vrachtwagen op gaan halen. Toen was het, we hebben geen transportvergunningen, we hebben eigenlijk helemaal niks. Toen zijn we dat allemaal gaan halen. Toen zijn we die vrachtwagen eigenlijk gaan gebruiken. En daar waren de klanten zo enthousiast over. En ja, toen is dat alleen maar gaan rollen. We hebben nu in totaal 6 vrachtwagens. Dus het grootste gedeelte is nog steeds kranen, maar ja, de vrachtwagens zijn wel aan het groeien. Ik ben Mark van Bennekom en we zijn nu bij Ridderkerks Kraanbedrijf in Ridderkerk. Ik werk hier nu 1,5 jaar. Het is heel gevarieerd. Een beetje rijden, een beetje kranen. Ja, het is tussen de 2 en de 4 klussen die je per dag hebt. Dat is dan voor mij perfect. Ik ben begonnen op de vrachtwagen. Ik heb 9 jaar internationaal gereden op Zuid-Spanje. Ja, voor mij is het grote verschil gewoon dat je gewoon veel meer contact hebt met de klant, veel meer samenwerkt ook met de klant. Dit is de nieuwste auto van de RKB. De vorige auto, de 85 km, die was bladgeveerd aan de voorkant en deze is rondom luchtgeveerd. En dan merk je zeker wel qua comfort en alles. Nou, Scania vind ik wel, is wel een van de fijnere auto's om mee te rijden, moet ik zeggen, qua comfort. Ja, ik vind zelf persoonlijk ook het stuur wat erin zit met de half verslepen onderkantje vind ik wel fijn. Zeker met de bochten, het rijdt gewoon, zit comfortabeler in, of lekkerder. Ik wilde eigenlijk mijn vak eigenlijk iets meer laten zien. Toen ben ik filmpjes gaan maken, ben ik eigenlijk gaan vloggen. Ik merkte dat er meer mensen geïnspireerd worden om deze kant op te gaan. Zelfs vrouwen die nu ook gewoon die kant zien en dat ook zijn gaan doen. We hebben gekozen voor Scania. Ten eerste omdat de service gewoon goed is. Het is gewoon echt een heel mooi product. Ja, dus koopgesprekken zijn eigenlijk gewoon heel fijn. En dat is puur omdat je met Scania ook wel een beetje een band opgebouwd hebt. En je kent elkaar. En dan is het gewoon, ze weten een beetje wat jij wil. En ja, het gaat allemaal heel soepel. Dat is tegenwoordig best wel uniek als je een goede service bij een bedrijf geleverd krijgt. Maar die doen dat heel netjes en ze zijn altijd goed bereikbaar. De spullen hebben ze op voorraad. Als je een paar goede partners hebt, dan moet je daar zeker zuinig op zijn.